snobbing. Maar als een vernuftige, ovale teleporteur, natuurlijk. We man in back. Jongens, welkom op deze briefing van ons nieuwe missie. Vorst Erik heeft me gisteren gebeld met een dringend verzoek. En hij zoekt een paar topspionnen. Natuurlijk dat je het direct dan. Os, we man in pack. De top, de crème van alle spionnen. En voor wat hij heeft voor ons nodig? Hij zit met een groot probleem. Onze jeugdprins, Warg. Hij is nu al 3 jaar jeugdprins. Hij wil niet afgoen. En ze vingen hem niet. En dan hebben ze ons gevraagd om hem op te sporen, om hem op tijd naar de zitting te brengen, zodat er toch kan afgoen. Maar zeg Werner, voor wat wil hij nog altijd jeugdprins zijn? Jeugdprins Warg is echt al een hele grote jong. Dat is een goeie vraag, Erwin. Maar ze weten het niet. Ze kennen hem gewoonweg niet vingen. Zijn moeder denkt dat het gewoon zo chic vindt om jeugdprins te zijn, dat er niet af wilt goeien. Maar dat snap ik, dat hou ik ook. Oké, maar hoe moeten we hem dan gaan zoeken? Vorst Erik en de grootridders van Erik Wammes zijn heel hebbenicht gaan zoeken om hem te vinden, maar ze vinden hem niet. En zijn mawa, zijn ma is zelfs onder zijn bed en oké, en dat ligt er niet. Oeh, maar misschien hè. Misschien moeten we gewoon terug naar de plaats waar het allemaal voor hem begon. Terug naar de zaal in Sint-Jan, hoe hij op de laatste kengerzitting werd uitgeroepen tot nieuwe jeugdprins van het vorstendom Mezijk. Ik vind dat een heel goed idee. Maar dan zitten we nu wel met een groot probleem. Want onze Vespa is dus morgen gejat. Maar dat is helemaal geen probleem. We hebben toch onze vernuftige ovale teleporteur om dan naartoe te gaan. Onze wat? Onze vernuftige ovale teleporteur. Oftewel, VOD. Jij brengt overal naartoe. Hoe dat is maar toch wel schoen. Goed idee. Dan zullen we nu maar gaan. Want zelfs is dat tijd voor de jeugdzitting. Exactly. Oh, wat is dat? Is dat nog gezien?